Lukt het een beetje? Het is zo'n zware sport, het roeien. Ja, het is dodelijk. Ja, en waarom doet u het dan? Omdat ik het lekker vind om oefenen om dat doodgaan in de boot. Dat is heerlijk. En dat doodgaan in de boot moeten we natuurlijk niet letterlijk nemen, want de roeiers van de 170 jaar oude Koninklijke Dordtse Roei- en Zeilvereniging zijn nog springlevend. En omdat vorig jaar Dordt 800 jaar stadsrechten vierde, leek het een goed plan om afgelopen weekend 801 kilometer te gaan roeien. Uiteindelijk werd er met historische schepen ruim 873,5 kilometer geroeid door de Dordtse wateren onder leiding van de zogenaamde admiraal. Oh, ik ben dus admiraal. Ik regel dus de gang van zaken op het water voor die 7 boten tegelijk. Ja, wat, dus komt allemaal, wat komt er allemaal bij kijken? Nou, dan ze dus de kritieke punten weten in de haven, op de route waar ze mee uit moeten kijken. En waar we dus met z'n allen weer verzamelen voordat we de rivier op gaan. Niet dat iedereen zijn eigen houtje doet, maar dat even gelijk gaat. Ja, want je hebt natuurlijk met de veiligheid te maken van het scheepvaartverkeer. Met de veiligheid te maken, ja. En ook de route uitgezet, de kilometers. Even kijken hoe we uitkomen, dat we dus inderdaad boven die of 801 komen. Maar ja, we kunnen natuurlijk niet een stuk weglaten, want ja, dan moet je hier van boord af. Dus dat wordt ietsje meer, maar die 800 kilometer die halen we wel. De stichting Aangepast Roeien Dordrecht en Omstreek is ook het hele weekend aanwezig. Die vaart ook mee met deelnemers van de stichting en met vrijwilligers van de stichting. Want op elke boot zit een bemanning van 3. Een stuurman en een deelnemer van de Stardo. En een sterke roeier om te kunnen ondersteunen. Ja, want dat is speciaal voor mensen met een handicap? Nou, niet per se een handicap. Mensen kunnen ook tijdelijk uit de running zijn. Bijvoorbeeld wanneer ze toch een bepaalde operatie hebben gehad, dat ze toch niet voluit kunnen sporten. Maar wel buiten willen zijn, in de buitenlucht willen sporten. Dus dat kan. Onze eigen leden die kunnen ook wat ouder worden. En op een gegeven moment hebben die misschien ook wat meer ondersteuning nodig om in een boot te komen, om vooruit te kunnen komen. Dus de doelgroep is echt wel wat breder dan dat tegenwoordig. Roeit het lekker? Heerlijk. Roeit het nog beter dan de huidige moderne schepen? Ja, vind ik wel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de meest moderne werkjes nog niet geprobeerd heb. Maar de eerste kunststoffen werkjes waar ik nog wel in roeide. Het beduidend mindere bootvorm dan dit. En dus dit heeft veel meer cachet. Het is echt bedoeld om met je rieten mandje. Nou, niet zozeer deze als wel die andere boten. Maar dat kun je het ook doen. Vroeger hadden we nog jeugd en junioren roeien. Maakten we de tochten mee, door langs Gouda, rond Utrecht en wat is meer zijn. Heb je een rieten mandje met je chablietje, je sandwiches. En hoe is het om door zo'n Dordtse haven te varen, door de Voorstraathaven bijvoorbeeld? Dat is een beetje pielen eerlijk gezegd. Want je dat moet, is een beetje smal misschien? Het is erg smal, je moet enorm oppassen voor die, met name op je bladen. Dus ik zit erg naar mijn bladen te kijken, maar af en toe moet je het blad intrekken of je bladen intrekken of zelfs slippen. Dan moet je achterover gaan liggen, dus dit is boordroeien. Het andere is skullen. Skullen is met 2 riemen. Dus elke roeier heeft 2 riemen en hier is boordroeien. Dan heeft elke roeier 1 riem. En dan moet je dus gaan liggen om hem over je heen te krijgen. Kijk, nou ja, dat is toch ook weer een stukje gezonde beweging, ja, op de zondagochtend. Precies. Nou, jullie gaan nu verder richting het ja, we moeten 801 kilometer, precies die kilometer te ver zou ik wel zijn. Maar we zullen uiteindelijk wel ergens een lunch komen, hoop ik.